Maar zeg dat dan ook van tevoren. Zeg van tevoren wat de werkelijke problemen zijn. Dat die problemen zich ook in de komende 4 jaar niet laten oplossen, maar ook in de komende 8 jaar niet laten oplossen. En dat bovendien, dat die fraaie vergezichten schetst, niet waar, is nieuwe bestuurscultuur, maar niet uitlegt hoe die dat gaat doen. Worden die lui die voor de oude bestuurscultuur staan, worden die ontslagen of zo? Of krijgen die een heropvoedingscursus of zoiets dergelijks? Dat zou ik wel eens willen weten. Hoe gaat dat? Ik bedoel, iedereen weet toch dat als je de overheid belt, dat je of niet opgenomen wordt, of er komt een debiel aan de lijn die zegt dat het niet kan. Ja, neem alleen al het telefonisch contact van de Nederlandse overheid met zijn burgers. Dat is toch beschamend? Dat is toch verschrikkelijk? Het is met de gemeente net zo erg als met de centrale. Ik kan me nog herinneren dat iemand in de Kamer, een van de staatssecretarissen, zei van, dan belt u toch de belastingtelefoon, waarop er een homerisch gelach opging. Dat je dat zou kunnen doen. En dat je dan een normaal verstandig mens aan de lijn zou krijgen. Joh, ik herinner me dat ik heb ooit heel lang geleden heb ik mijn eigen belastingformulieren ingevuld. Dat doe ik al, daar ben ik heel snel mee opgehouden. En toen dacht ik ook, ik was een naïef mens. Ik had voor het eerst, moest ik die dingen doen. Heb ik de belastingtelefoon gebeld, hier in Utrecht. Toen al. Werd gewoon niet opgenomen. Totaal niet. Er kwam helemaal niemand aan de lijn. Tuut, 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 tuut. Hè? Er zijn nog 17 wachtende voor u. Kunnen we daar ook een eind aan maken? Hè? Dat heb ik bij geen van die ontzettende optimistische campagnevoerders gezien. Maak eens een eind aan dat 17 wachtende voor u. Hè? U kunt beter op een ander moment bellen. Want het is allemaal waar de overheid tekort schiet. Onleesbare formulieren, wat dacht je daarvan? Maar daarom heeft hij natuurlijk ook gezegd, luister, die problemen zijn zo omvangrijk en zo diep geworden, dat dat gaat ons in 4 jaar natuurlijk niet lukken. Op zich is dat nee, wel realistisch. Maar zelfs daar, dat is dan heel verstandig dat hij dat gezegd heeft. Maar mag ik eens weten hoe dat dan gaat? Hij zou toch een voorbeeldje kunnen geven? Stapje voor stapje lijkt me dan. Dat je denkt van oké, we zien hier een probleem, laten we daar eens wat aan doen. En dan gaan die mensen dan, worden ze ontslagen of zo? Ze moeten anders gaan werken, denk ik. Ze moeten anders gaan werken. Krijgen ze een heropvoedingscursus? Dat denk ik wel. Ik denk dat er heel veel externe kosten gemaakt worden. Komen er 2 keer zoveel mensen aan de telefoon te zitten? Want dat is niet alleen een overheidsprobleem. Ook als je je bank belt, dan heb je precies hetzelfde probleem. Misschien technologie die het gaat oplossen? Voilà. Kijk, als die regen. Ja. De luisteraars die nu uitgeschakeld hebben vanwege het regengeluid. Dat is ook wel een geestig idee. Ja, dat die mensen die dan een diep verontwaardigde boodschap sturen van, ja, hij heeft nu iets gezegd, ik luister nooit meer. En dat je dan, hemelse goedheid, meneer Jansen uit Berkenrode-Reis luistert niet meer. Wat een drama, we moeten ermee stoppen. Of dat heb je ook op Twitter. Van die mensen zeggen, ik kijk daar niet meer naar. Nou. Even kijken, ja hier, dit is. De laatste tijd is helaas de geluidskwaliteit matig, met name de lagere stem van Maarten. Even de apparatuur of de eindmix controleren, zegt JP. Maar dat heeft natuurlijk mee te maken dat we een tijdje even op afstand natuurlijk hebben opgenomen. Dus ja, dat heeft we hebben vanaf Texel ook, sterker nog, we hebben uit de Verenigde Staten, in plaats van dat die man dankbaar is, hè, JP, in plaats van dat JP dankbaar is dat we de moeite nemen om ook uit het buitenland, ook vanaf ver verwijderde eilanden, niet waar, een podcast te maken. Heeft u allemaal vervelende klachten, want het was heel normaal verstaanbaar, toch? Het was verstaanbaar, het was anders geluisterd misschien dan nu. Misschien iets neuzeriger of zo, of er zat misschien een blikken ondertoontje in. Maar meneer JP, dat is juist het avontuurlijke daarvan. Het wonderbaarlijke van een podcast, dat als mocht ik meegaan met zo'n kareltje op de maan, dat ik ervan overtuigd ben dat we ook vanaf de maan een hele lollige podcast kunnen maken. Misschien iets andere geluidskwaliteit, maar daar regent het niet. Dat scheelt natuurlijk wel weer aanzienlijk. Ja, maar het is natuurlijk wel een beetje om cynisch van te worden, dat je eigenlijk zegt, mooie plannen allemaal, maar zo meteen gebeurt er eigenlijk toch geen reet. Dus ik keek zo naar van zijn filmpjes van GroenLinks, PvdA. Ja, met een enorme opgewekte ondertoon. En het probleem wordt even geschetst. Het OV bijvoorbeeld, dat gaan ze ingrijpend aanpassen en totaal veranderen. En het wordt veel en veel beter. Wie doet dat? Hoe? GroenLinks PvdA. Ja, dat zag ik in een filmpje. En dan denk ik, hoe? Waar zijn de arbeidskrachten? Ik begrijp dat nu het OV al worstelt met het feit dat ze dan achter op die bus altijd bordjes van,
wilt u ook buschauffeur worden? Hè? Nou, kennelijk heel weinig mensen. De systematische item dito het onderwijs gaan we helemaal op de schop. Dat wordt geweldig. Hoezo? Er zijn geen kippen te krijgen. Niet waar die onderwijzer wil worden. In ieder geval heel weinig kippen, laten we het zo zeggen. Ook daar steeds, niet waar, wordt eigenlijk het structurele probleem wordt eigenlijk overgeslagen. En vervolgens, natuurlijk wil iedereen beter en beter onderwijs. Natuurlijk wil iedereen beter OV, dat spreekt voor zich. Dan zou ik zeggen, vertel mij nog niet waar het OV zit vol met roltrappen, zoals iedereen weet. Hartstikke handig als je 31 bent en goed te been. Maar als je dus niet goed te been bent, je loopt moeilijk, je bent 80, je loopt met een kruk, dan is een roltrap een onoverkomelijke hindernis. Hè? En zeker wanneer er meerdere roltrappen zijn, laat staan dat je moet een heel eind lopen. Mm. Ik heb volgens mij een verhaal over mijn moeder alles verteld, die dan op perron 2 stond in Utrecht. En dat er dan omgeroepen wordt dat het sneltrein naar Amsterdam vandaag even van perron 14 zal vertrekken. Ja. Met andere woorden, politici hebben mooie woorden, maar ze vertellen niet hoe ze het gaan doen. Precies, ik begrijp ook wel dat je niet op al die terreinen heel concreet kunt. Maar het zou ze wel sieren als ze voorbeelden zouden geven hoe je zo'n probleem aan moet pakken in het raamwerk van de structurele problemen waar we mee zitten in Nederland. Namelijk, dat is die kwestie van die woningbouw, maar ook daar loop je aan tegen arbeidskrachten. Tekort. Hmm. Nederland heeft een fundamenteel, structureel gebrek aan arbeidskrachten. Wat gaan we daar aan doen? Daar lees je natuurlijk niks over, dat begrijp je wel. Want waar moeten die vandaan komen? Ik heb de bevolking al zo sympathiek opgeroepen om zich eens een beetje meer efficiënt daarvoor te planten. Hè? Want dat is niks gedaan hier in Nederland, zoals je weet. En daar word je dan om uitgelachen dat je zegt, kom op jongens, hè? Bovendien, ja, ook daar, voordat dat een beetje effect gaat hebben op de arbeidsmarkt, als ze zich nu gaan voortplanten, dat duurt ook alweer 17, 18 jaar voordat je de effecten gaat merken. Maar niemand, voor zover ik althans die zaken bekeken heb, niemand zegt iets over het structurele gebrek aan arbeidskrachten in Nederland. Op elk denkbaar terrein. Heb je wel eens een loodgieter gebeld in Nederland? Nee meneer, ja, ik begrijp dat u tot de knieën in het water staat, maar ja, we hebben het hartstikke druk, dus u kunt het beste een stevig stel laarzen aanschaffen. Dan kunt u voorlopig voort. En dan kunnen wij misschien, ik kijk even in mijn agenda. Ik denk, nou dat wordt denk ik de eerste week van februari. Ja, dat is de werkelijkheid toch? Zeker. En dat geldt voor praktisch alles in Nederland, dat het de eerste week van februari wordt. Ook bij medische behandelingen moet je vaak langdurig wachten. Ik ben bang dat de politici ook niet weten hoe ze het aan moeten pakken, omdat ze het systeem onvoldoende kennen. Het zou fijn zijn als ze dat ook zouden zeggen. En dat ook die enorm opgewekte toon dat als zij gaan regeren alles beter wordt. Ja, en de kiezers geloven dat. Hè? Eerst geloofden ze aan mevrouw Van der Plas. Nou ja, goed, ik zal die hele vervelende opsomming zal ik bij deze gelegenheid even weglaten. Maar het is zo klaar als een klontje dat ze nu van Omtzigt weer denken. Omtzigt, dat is de man.